Hartelijk welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Ab Gieterlink. Ik zit hier vandaag met René ten Bos. Hij is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. En hij is ex-denker des vaderlands. Hij schreef in april al dit boek, Coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde. Ja, het gaat natuurlijk over corona en het is opgebouwd aan de hand van 26 hoofdstukjes volgens het alfabet. Dus het begint met angst en het eindigt met zoonose. En we gaan het komende interview dit hele boek behandelen, althans een aantal hoofdstukken eraan. Hartelijk welkom, René. Hi. En ik wil graag gewoon met het eerste hoofdstuk beginnen, angst. En ik geef je maar vast een citaat mee uit je eigen boek. Een gemoedstoestand die over mensen heen komt zodra ze gaan twijfelen aan de mogelijkheid van preventie. Angst in de coronacrisis. Ja. En wat is de vraag? Nou, de vraag is hoe jij plaatst die angst op psychose vandaag. Nou ja, die angst speelt een hele grote rol. In het beleid speelt die een grote rol. Die wordt op de een of andere manier ook aangewakkerd, zou je kunnen zeggen. Maar die zonder angst kan natuurlijk geen enkele overheid regeren. Dat is een oude les van staatsfilosoof Thomas Hobbes. Dus je moet voor de Leviathan, het staatsmonster, moeten de mensen angst hebben. Omdat ze anders elkaar na het leven gaan staan. Dus dat is op zich niet verkeerd, dat is op zich niet goed, maar zonder angst vaart niemand wel. En angst, dat is al dus Hobbes ongeveer de grootste passie of hartstocht en passion die mensen kan overkomen. Overheerst op een gegeven moment al het andere en dat maar is het, dat kun je is het zo dat zien. Die angst brengt de samenleving ook in een soort neerwaartse vernietigingsspiraal? Nee, dat denk ik niet. Zonder angst kan geen samenleving functioneren. Ja. Maar op een gegeven moment gaat die angst, die gaat de mensen ook bedrukken. Mm-hmm. En dan krijg je een ander soort kant. En als het gevaar op een gegeven moment niet meer helemaal voorkomen kan worden. En let op, dat boek is in april geschreven. Dan ga je dus denken van, oké, komt er überhaupt wel een preventie? Is er wel licht aan het einde van de tunnel? Nou, dat was toen het gemoed dat heel sterk bestond. En daar speelt angst een rol mee. Die definitie die je net gaf, hè, een gemoedstoestand. Of die ik geef, een gemoedstoestand die over mensen komt op het moment dat ze niet meer geloven in de mogelijkheid van, we kunnen het nog voorkomen, dus in de mogelijkheid van preventie. Dat is dus een soort definitie die ik tegenkom, ook bij een Duitse filosoof die ik veel gebruik altijd, Hans Blumenberg. Ja. En angst is, is ook altijd iets abstracts. Vandaar ook een soort vaag soort gemoedstoestand. Nou is angst ook een slechte raadgever. Jazeker. Je hebt toch meestal ook het gevoel dat de angst op psychose die op dit moment in zaken het coronavirus over ons heen ligt eigenlijk ook tot irrationele besluitvorming leidt. Heb jij dat gevoel niet? Ja, angst is een slechte raadgever, maar het is ook niet altijd een slechte raadgever. Dus dat spreekwoord geldt maar ten dele. Het is een goede raadgever als je dus ook echt redenen hebt om ergens angstig voor te zijn. Hebben wij redenen om angstig te zijn? Ja, ik denk van wel. Maar of die redenen heel erg samenhangen met deze epidemie, dat weet ik niet precies. Mm-hmm. Maar we hebben wel redenen om, nou ja, laten we het maar gewoon meteen bij de naam noemen. We weten nu wel dat bij iedere volgende epidemie in no time al onze gewoontes, waarden, rechten en dergelijke aangetast kunnen worden door een overheidsmaatregel. Ja. Dus we hebben eigenlijk meer reden om angstig te zijn voor de overheid dan voor het virus? Ja, dat is heel duidelijk, omdat het virus voor de meeste mensen niet zo angstwekkend is. Toch? Ik bedoel, dat is een van de raadsels van dit hele virus, dat het voor mensen onder de 70 nauwelijks gevaarlijk is.
Je hebt natuurlijk altijd die verhalen dat het wel gevaarlijk is. En ik ken die verhalen ook uit eigen kring. Dus daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. Mm. Maar statistisch is er niet zoveel aan de hand. Nee. Het wordt pas een beetje linkersoep als je een bepaalde leeftijd... Ja, ik nader die leeftijd ook, dus... Ja. We gaan even naar twee. Beelden. Empathische oproepende communicatiemiddelen. Dus dat gaat ook over... beeldvorming in de media. Ja. Wat zou je daarover willen melden? Ja, wij gebruiken beelden om duidelijk te maken waardoor wij ons betrokken moeten voelen bij deze epidemie. En een van de meest dominante beelden was dus een grafisch beeld, namelijk dat afvlakken van die curve. In die tijd speelde dat een hele belangrijke rol. En dat ging op een gegeven moment ook echt als een... Als een beeld functioneren. Mm-hmm. En dus beelden hoeven niet alleen maar echt een foto of iets dergelijks te zijn, maar die kunnen ook gewoon ontleend zijn aan een bepaald soort wiskundig diagram of iets dergelijks. Ja. Dus je hebt die bergparabool, het steeg en een hoopje ergens dat het gaat afvlakken. Ja. Nu heb je die bergparabool of die hockeystickcurve, die kom je overal tegen in de moderne wetenschappen. En dus ik heb ooit dat boek over dat Anthropoceen geschreven. Nou, alles gaat zo omhoog. En daar voldeed deze epidemie, die voldeed daar in het begin ook aan. En dan komt dat hele sterke beeld afvlakken van curves. Nou, de vraag die ik stel, zijn twee vragen eigenlijk die ik stel in dat stukje over beelden. In de eerste plaats, representeren die beelden iets werkelijks? Ja. Ik begin het met het vergelijken van die ijsbeer. Dat werd ook zo'n beeld voor de klimaatopwarming. Ik ben geen ontkenner daarvan, even voor de helderheid. Ja. Maar het beeld dat ervoor gebruikt wordt, was wel heel effectief. Maar was dat ook waar? Ja. En je ziet een ijsbeer zogenaamd in nood, omdat hij aan zo'n laatste restant van een ijsberg zichzelf vastklemt. Maar die ijsberen die vinden dat eigenlijk heel leuk. Dat is een soort hobby van ze. Dus wat je zie je ook wat het ziet. Niettemin wordt die foto wel een icoon voor de klimaatopwarming. Ja. Terwijl dit een tafereel is dat mensen die daar in die streken wonen heel vaak zien. Ja. In dat hoofdstuk over beelden valt ook het begrip P, proportionaliteit. Ja. En jij beschrijft, herinner ik me ook, de beelden van onder andere Noord-Italië en van mensen die dan in die ziekenhuisgangen liggen. Ja. Is het begrip proportionaliteit niet iets wat in de huidige coronacrisis het grootste probleem is? Of een van de grootste problemen? Nou ja, dit is een discussie die ook door mijn collega Ira Hulsloot constant naar voren wordt gehaald. Is de remedie niet erger dan de kwaal? En die discussie die wordt tot op heden gewoon volop gevoerd. Gisteren hoorde ik weer, of las ik, dat de mensen die zich zorgen maken om de HIV-epidemie zich behoorlijk beklemd voelde zitten door de aanpak van deze hele coronacrisis. Ja. Net zoals oncologen, net zoals een hele hoop andere mensen die in die gezondheidszorg werken. Dus als alles focust op deze ene gebeurtenis, dan wordt die vraag naar proportionaliteit vanzelf acuut. Ja. En die vraag gaat steeds door. Wat hebben we van de week al wel niet gehad? Kinderen die in toenemende mate schade zouden hebben van de maatregelen. Ja. Enzovoorts. Ja. Dus die hele simpele vraag, is de remedie erger dan de kwaal? Dat is een vraag die gewoon blijft, die blijft bestaan. Zou het antwoord op die vraag niet bevestigend moeten zijn? Dat de remedie inderdaad veel erger is dan de kwaal? Ja, ik ben van mening dat zo is. Tegelijkertijd ben ik ook van mening dat we wel in een, laat ik iets vriendelijks over de minister-president zeggen, dat we met duivelse dilemma's te maken hebben. Mm-hmm. Want die beelden uit Bergamo, ja. Ja, die suggereren dat we er wel wat voor over moeten hebben. Ja. Dat is het moeilijke. Maar ik ben dit boek is heel sterk geschreven vanuit die vraag
naar die verhouding, of naar die proportionaliteit, is de remedie inderdaad niet veel erger dan de kwaal. Ja. En daar ben ik natuurlijk bang voor, anders schrijf je niet zoiets. Nee. We gaan naar het volgende hoofdstukje. Ja. En dat gaat over deskundigen. Mensen die hun onwetendheid beroepshalve dienen te verdoezelen. Ja. Ja, daar worden sommigen boos over. daar speelt een soort gedachte op de achtergrond, die ik ook heel sterk ontleen aan wat sceptische filosofen, met name de Duitse liberaal-conservatief Oro Markart heeft mij hier beïnvloed. En dat is een gedachte die... die wetenschappen het eigenlijk ook bijna niet altijd weten. En dus ik ga heel sterk ervan uit, dat gaat dus lijnrecht tegen positivistische opvatting van wetenschap in, dat wetenschap zelfverklaard sceptisch is. En zeker wetenschappen die werken in tijden van complexiteit. Ja. En we voor het publiek, een positivistische wetenschap gaat uit dat er een soort waarheid is en geen waarheid. Ja. En een meer sceptische, kritische, heeft meer blik voor verschillende perspectieven van waarheid en waarschijnlijkheden. Ja, gradaties tussen zeg maar waarheid, zekerheid aan de ene kant en onwaarheid en onzekerheid aan de andere kant. En die gradaties die noem je dan zeg maar waarschijnlijkheid. Dus die waarschijnlijkheid speelt een hele grote rol. Mm-hmm. En dat roept natuurlijk hele grote vragen op over wie die expert, hè, dus die deskundige, eigenlijk is. Ja. Ik twijfel niet aan de deskundigen aan wat ze zeggen. Ze zijn zelfverklaard sceptisch. Ja. Maar als je nu die virologen ziet, hè, zijn er een stuk of 6 die voortdurend maar mogen aanschuiven bij die praattafels en ongeveer heilig verklaard zijn voor wat ze zeggen. Ja. Hè? Wat denk jij dan? Ja, je moet ze heel kritisch volgen. Doet de media dat? Niet dat ik weet, maar ik kijk eigenlijk nooit naar talkshows. Mm. Dus ik zie ze gewoon niet. Ik wil wel een goed gesprek hebben, maar die talkshows, dat is niet mijn medium. En als ik er al naar kijk, dan ben ik... Ja, ik val meestal in slaap of ik zit dan toch weer op iets anders te lezen of weet ik veel. Ja. Ik wil mijn neus er ook niet voor ophalen. Ik weet dat het een belangrijk soort apparaat is om bepaalde gedachten bij de mensen onder de aandacht te brengen en weet ik veel wat. Maar ja, het is wel vreemd dat steeds dezelfde groep op komt draven. Maar ik kijk er nooit naar. Ik zweer het je, ik kijk er niet naar. Nee. Ik ga naar het volgende woord, en dat is toch het woord wat het meest een probleem vormt. Het woord fascist. En ja, dat is nogal hard in het kader van dit verhaal. Dat woord coronafascist, daar ben je ook in allerlei kritieken op aangevallen. Het fascisme associëren wij altijd met het nationaalsocialisme, wat begon in de jaren 20 aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Het Italiaanse, het Duitse, misschien ook het Spaanse, ja. Eindigt in 1975. En het heeft natuurlijk een hele negatieve associatie. Hoe associeer jij dat begrip fascist met de coronacrisis? Ja, volgens mij gebruik ik het begrip vrij precies. En ik gebruik het ook in een beetje een politiek-filosofische zin van het woord. Mm-hmm. Dat wil zeggen, fascisme is niet noodzakelijkerwijze iets wat samenvalt met het nationaalsocialisme. Mm-hmm. Fascisme is een geheel van houdingen, attitudes, angsten, gemoedstoestanden en dergelijke, ja. Die mensen vaak kunnen hebben. Ik ben er dus ook van overtuigd dat er in iedereen wel op de een of andere manier een soort fascist zit. Klein beetje, want je moet de fascist in jezelf doodmaken. Dat is een van mijn favoriete citaten uit de filosofie. Ja. En de fascist is bijvoorbeeld iemand die wel heel sterk gelooft in laten we zeggen, gewelddadige oplossingen. Als het probleem niet goed schikt,
opgelost kan worden, moet je het kwaadscheks opgelost worden. Maar dat is naast een hele hoop andere eigenschappen. Waar ik dan in het bijzonder mee werk, is dat begrip fascisme zonder fascisten. Dus dat haalde ik van Franco Berardi, dat is een Italiaanse filosoof, politiek filosoof, marxist, die natuurlijk het fascisme eigenlijk helemaal niet wegziet in die neoliberale samenleving. Die zegt, het is er nog steeds. Het is er nog steeds overal. Het is alleen niet meer zo virulent, niet meer zo agressief. Het is ook niet meer zo zelfbewust, maar het sluimert. Het is er zelfs zo dat iedereen die daar nog een beetje mee koketteert met het soort gedachtegoed, eigenlijk er niet meer, uitzonderingen daar gelaten, voor durft uit te komen. Eigenlijk wil niemand het, maar zonder dat je het weet, bijna onvrijwillig, kun je toch geloven in dit soort dingen en in dit soort oplossingen. Maar spits het nou eens toe op de coronafascist. Wat is er zo fascistisch aan de corona? Nou ja, ik denk dus bijvoorbeeld dat we een hele hoop maatregelen nemen. Verboden, geboden, noem maar op. Die je eigenlijk niet wilt nemen, maar die je toch neemt omdat je denkt dat ze noodzakelijk zijn. Mm-hmm. En dus wij doen allemaal dingen die we eigenlijk niet willen, maar die we doen uit naam van een hoger goed. Komt weer dat verhaal van die proportionaliteit en dergelijke meer. Dus wat je daar ziet is dus een soort vertrouwen op extreem gewelddadige maatregelen. En dat is een van de belangrijkste punten die ik maak in het hele boek. Dat is namelijk dat een samenleving, of laat ik het anders zeggen, dat een staat die haar onderdanen verbiedt elkaar aan te raken, even los nog van de vraag of dit epidemiologisch of medisch of klinisch allemaal verantwoord is. Mm-hmm. Maar dat is een ongekend, dat is volgens mij werkelijk zonder precedent in de geschiedenis. Dus je hebt wel in het verleden gehad dat je sommige groepen niet mocht aanraken. Maar dat de hele samenleving op 1,5 meter afstand van elkaar moet komen, dat is dus iets, ik vind dat dus gewelddadig. Mm-hmm. En, fascistisch ook. Nou ja, de fascisten zelf hebben dat nog nooit gedaan. Maar het punt is, het punt is natuurlijk dat ik dat geloof in gewelddadige oplossingen. Mm-hmm. Dus denk ook aan de taal die je hoort, mm-hmm, in de strijd tegen het virus. Dat ik daar bepaalde fascistische tendensen in zie. Mm-hmm. Ook al beschuldig ik de mensen die taal gebruiken niet ervan dat ze fascist zijn. Mm-hmm. En dat is wel een belangrijk verschil. Maar wat zijn die fascistische tendensen dan? Nou, bijvoorbeeld dat je inderdaad denkt dat je in oorlog bent met een virus. Mm-hmm. Het virus moet geëlimineerd, het virus moet weggehamerd worden. We spreken bijvoorbeeld van COVID-slachtoffers. Ja. Volgens victimologische opvattingen zijn er geen slachtoffers. We zeggen toch ook niet dat slachtoffers zijn van kanker of van vallen doden. En dat is betreurenswaardig genoeg. Mm-hmm. Maar daarmee verlies je patiënten die overlijden, bedoel je? Patiënten die overlijden, ja. En dat is erg genoeg. Alleen die taal daarover, die komt in een soort spiraal. Maar denk ook aan wat ik ook heel erg interessant vind, is hier ook een soort van, in die tijd begonnen we ook na te denken over appjes die ons zouden controleren. Mm-hmm. Een soort surveillance staat die je krijgt. Maar ook die hebben we, toch? We hebben een corona-app. Dat is er. Ja, maar het werkt niet. En wat interessant is. Maar ook al die verboden en geboren. Maar ook de berichten die je hoort over mensen die elkaar verlinken. Ja. Dat weet ik ook van alle fascistische studies. Dat zijn studies naar fascisme, moet ik zeggen. Ja. Moet voorzichtig zijn. NSB'ers. Nou ja, klikken is bij uitstek. Daarom hebben ze in Duitsland nog steeds een hekel aan klokkenluiders. Daar heb ik ooit eens wat onderzoek naar gedaan. Ja. Maar verschil overigens tussen een NSB'er. Dat zijn cultuurverschillen. Ja, maar het is natuurlijk wel een verschil of je een misstand aan de dingen brengt of persoonlijk iemand erbij laat. Ja.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Daar zit een enorm verschil tussen. Ja. Maar even voor de helderheid, niemand beschuldig ik van fascisme. Nee. Maar er zou dus, en dat is dus, dat is een idee dat in die politieke filosofie heel vaak een rol speelt. Je kunt een soort handelingsvermogen zonder handelaars hebben. Een agency zonder agents. Hmm. Dus je kunt iets in werking stellen zonder dat je er dus eigenlijk allemaal zelf in gelooft. En dat is een soort principe dat ik angstig vind. Ja. Ik geloof helemaal niet dat een politicus bijvoorbeeld verboden of geboden wil afkondigen of weet ik veel wat. Maar ze doen het wel. Steeds vaker. Hè? Die Duitse politicoloog Jürgen Merkel, die noemt dat een verbodsactivismus. Mm-hmm. En dat is het verschijnsel dat politici dus steeds meer via verboden en geboden, ja, de maatschappij proberen aan te sturen. Niet omdat dat werkt, maar omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze anders electoraal op een soort midden krijgen. En nou, dat zijn voor mij. Maar heb je het gevoel dat het electoraat vraagt om verboden en geboden dan? Ik heb het gevoel dat dat uit het establishment zelf voortkomt. Ja, nou ja, ik weet dat we hier voor Weltschmerz werken en dat dat een tegengeluid wil geven. En ik weet ook niet hoe ik die cijfers moet aanduiden, maar volgens de polls en opiniepeilingen is het VVD verdomd populair op dit moment. Ja. Je ziet toch ook nog steeds dat juist die partij die altijd gepleit heeft voor een terughoudende staat, dat die langzamerhand helemaal omdraait en een pleidooi gaat houden voor een sterke staat. Ja. En dat zijn natuurlijk verschuivingen die we van tevoren niet dachten. Ja. Nou, voor die verschuivingen, die verontrusten mij. Ja. Volgende onderwerp, gezondheid. Ja. Geheim dat koste wat het kost ontsluierd moet worden. En je komt met een prachtig citaat van een vrouwelijke filosofe, Barbara Ehrenreich, 79. Belangrijk ook, haar leeftijd is belangrijk. Niet alleen verwerp ik de tortuur van een gemedicaliseerde dood, maar ik verwerp ook een gemedicaliseerd leven. En mijn vastbeslotenheid wordt sterker naarmate ik ouder word. Terwijl de tijd die me rest korter wordt, worden de maanden en de dagen te dierbaar om in wachtruimtes zonder ramen door te brengen onder het koele maar nauwkeurige toezicht van machines. Oud genoeg zijn om te sterven is een verworvenheid en niet een nederlaag. En de vrijheid die het brengt is het waard om gevierd te worden. Mooi, hè? Dat is een soort levenskunst. Is er een taboe op de levenscyclus? Om te sterven? Ja, dat is wel een beetje zo, ja. Of laten we zeggen, als we in een samenleving leven waarin gezondheid totaal iets wordt wat gemedicaliseerd is, dan hebben we een soort van probleem. En dat is precies waar zij de vinger op legt. Barbara Ehrenreich is overigens geen filosoof. Zij is, als ik dat geschreven heb, dan zit ik ernaast. Maar zij is een bekende feministische criticus van heel veel medische wereld. Ze heeft, geloof ik, zelfs nog immunologie gestudeerd. Okay. Dus ze komt uit die wereld. En ze geldt ook als iemand die heel sceptisch is geweest. Met name ook hoe vrouwen behandeld worden in de reguliere gezondheidszorg. Ze is een grote dame. Ze heeft vorig jaar nog van onze koning een mooie prijs gekregen voor haar oeuvre. Ja. Nou ja, goed, komt ook hier in, wat wij natuurlijk in Weltschmerz allemaal heel goed weten, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die sterven met corona, zeggen wij, in plaats van door corona. Ja, dat zeg je terecht, dat schrijf ik 81. Ook, ja. En dat is toevallig net ongeveer de gemiddelde levensverwachting in Nederland. Ja. Dat betekent dus dat het gaat over oude mensen die op een bepaald moment aan griep of aan corona doodgaan. Ja, ik denk dus dat Ehrenreich iets verwoordt wat heel veel oudere mensen ook verwoorden. Van, laat mij even alleen. Dus een van de problemen die zij beschrijft is dat ik noem dat dus een medicocratie. Dat die medicocratie echt heel erg interveneert in het leven van die ouderen die dan niet meer zelf mogen beslissen hoe ze wensen te gaan.
Mm-hmm. Wat er ook op de achtergrond een rol speelt, is natuurlijk een opvatting over gezondheid die ik ook heel leuk vind. Mm-hmm. En waar ik verder in het stukje ook op uitkom, is natuurlijk dat die grote gezondheid is, dat men zich niet om die gezondheid kümmert. Mm-hmm. Hè? En daar zijn wij wel heel ver van verwijderd. Hè? We moeten voortdurend opletten. Je mag niet meer slecht eten, je mag niet meer roken, je mag niet meer drinken, je mag allemaal. Als gezondheid zo'n soort obsessie wordt in de samenleving, en als gezondheid dan ook nog eens met levensverlenging bijna gelijk geschakeld wordt, dan maak ik mij zorgen over wat gezondheid is. Dus daar kun je echt behoorlijk wat filosofische bomen over opzetten. En het begrip wat je net al noemde en wat we ook graag zouden willen bespreken is intimiteit en eenzaamheid. Ja. Het grote probleem dat eigenlijk ook veel jongeren hebben op dit moment, studenten onder andere van jou, neem ik aan. Ja. Ja, nou ja, intimiteit veronderstelt altijd een nabijheid. Hè? Intimiteit is in de filosofie, het komt eigenlijk uit die christelijke filosofie, altijd gedacht als een ruimte die in jou zit en die je zelf eigenlijk niet kent. Maar daar komt iemand anders naar binnen. Voor die christelijke filosofen was dat natuurlijk God. Maar in een postchristelijke tijd wordt dat een geliefde, een vriend, een familielid, soms een huisdier. Hè? Dat zou je allemaal kunnen zeggen. En dan heb je altijd het gevoel dat hij of zij, of het dier, door die ruimte navigeert op een wijze die in feite voor jou enerzijds heel vertrouwd is, maar anderzijds ook totaal onbegrijpelijk. En die intimiteit is nu door de staat verboden bijna. Ja, die wordt moeilijk gemaakt. Hè? Als jij intimiteit hebt met jouw, ik citeer het Belgische woord nou, knuffelcontact. En als het daarop gereduceerd is, dan heb je een probleem. Kijk, die intimiteit is ook, heeft met veel meer te maken. Moet je ook in organisaties hebben. Mensen moeten bij elkaar kunnen komen, moeten elkaar kunnen raken, handen schudden. Ik vraag me af hoeveel het verbod op handen schudden de economie kost. Dat is dus interessant. Dus intimiteit is natuurlijk die nabijheid. Intimus is letterlijk wat ook heel nabij is en dichtbij is. En dergelijke. En dat wordt op allerlei mogelijke manieren wordt dat op dit moment moeilijk gemaakt. Mm-hmm. Vooral met die 1,5 meter samenleving. Wat niet hetzelfde is, ik benadruk dat ik daarop tegen ben. Mm-hmm. Maar ik probeer de problemen die het met zich meebrengt enigszins in het vizier te krijgen. En dan zie je met name met jongere mensen. Nou ja, als je zegt het is disproportioneel. Maar ook met oudere mensen trouwens die alleen liggen door te gaan en dat soort zaken. Maar als jij zegt het is disproportioneel, dan ben je er wel op tegen. Daarbij is het de vraag of het werkt. Nou ja, daar ben je ook niet van overtuigd, zeg je. Nou, die 1,5 meter samenleving, als het gaat om het reduceren van besmettingen, denk ik dat ik daar wel in geloof. Mm. Alleen, ik zie de nadelige consequenties ervan. Daar gaat het om. En dan wordt het die discussie over die proportionaliteit, die wordt dan heel belangrijk. Ik vraag me af, als dit dus langer duurt, en dit soort crisis, wat dat voor een hele generatie betekent. Ja. Heb je het gevoel dat die discussie die je nu aan... die wordt wel gevoerd. Maar vind je ook dat die voldoende gevoerd wordt in de media? Ik heb sterk het gevoel namelijk dat men die kant helemaal niet wil horen. Nou ja, wat ik vooral van de media meekrijg is als ik in de auto zit. En op weg naar deze plek hoor ik hoe heet dat nou, die radio van het Financieel Dagblad. Die heb ik dan vaak aanstaan. Ja. En dan hoor ik vanmiddag... BNR. BNR, ja. Ja. En dan... wat ik daar hoor is vanmiddag toch wel dat iemand aandacht vraagt voor de eenzaamheidsproblematiek. En dan wordt dan toch gewoon een kwartier... met Jürgen Reimann was dat programma. Ja. Dan wordt er ook gewoon een kwartier voor uitgetrokken. Ja, ja. En dan vind ik die Reimann een bijzonder goede interviewer. Dus geen probleem. Ander begrip. Kudde.
verzameling beesten met enorme angst voor oversterfte. Ja. Ja, dat is het meest hilarische stukje. Ja, want ik... Kijk, dat moet je ook niet vergeten. Ik heb dat boek ook een beetje willen schrijven als iets waar ook om gelachen kan worden. Hè? Mm-hmm. Zeker in het begin van, dit is early days, nu zijn we wat somberder over deze crisis, hoewel er nu licht aan het einde van de tunnel is, dat denkt men. Ja. Zeker in het begin was men vooral hilarisch over hè. Er gingen allerlei filmpjes rond. Je kreeg ook het een na het andere. Er werd echt geginnegrapt over wat er gebeurde. Mm-hmm. En ik wil ook wel echt laten zien dat het ook eigenlijk toch wel heel humoristisch is wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat stukje over die kudde verwijst met name naar dat begrip van herd immunity. Mm-hmm. Dat in die periode heel erg... Groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit. Dat in die tijd heel populair was. En dat onder andere omarmd werd door onze Amerikaanse president. Ja. Die tegelijkertijd... Nou, is niet alleen... Niet alleen. De kritiek, ook in Zweden. Ook in Nederland. Ja. Is dat geweest, in Engeland is dat ook zeker geweest. Het leuke is dat die landen, dat is mijn analyse ook wel een beetje, lange tijd gewoon op de richtlijnen van de WHO volgden. Ja. Groepsimmuniteit was, het RIVM pleitte daar zelfs voor. Ja, zeker weten. Ja. En toen viel dat in één keer weg. En toen dacht ik bij mezelf, ja, laat ik eens dit volk beschrijven als een soort kudde. Die panisch nadenkt over wat er moet gebeuren als er bijvoorbeeld geen immuniteit is. Dus aan de rand van die kudde heb je allemaal wolven die af en toe wat schaap of weet ik veel wat. Ja. Het kuddedier weghaalt. Ja. Ja. Er is een hoofdstukje wat mij ook trof. Lepra heet dat. We zitten bij de L. Ja. Pre-digitale ziekte waren mensen leden die soms gekust werden. En daarin kom je ook met een Italiaanse filosoof, Giorgio Agamben, die nogal boos is op de kerk en de paus. Ik citeer maar even: de kerk die geleid wordt door een paus die zichzelf Franciscus noemt, is vergeten dat Franciscus leprozen kuste. Ze is vergeten dat het werk van de genade erin bestaat dat je de zieke bezoekt. Ze is vergeten dat de martelaar leren dat we bereid moeten zijn ons leven in plaats van ons geloof op te offeren. En dat het logenen van je naaste neerkomt op het logenen van je geloof. Die is nogal hard. Ja. Ja, nou ja, Agamben is, als je denkt dat ik op mijn flikker heb gehad voor dit boek, dan kun je ervan uitgaan dat Agamben nog wel wat meer op zijn flikker heeft gehad. Hij is een grote Italiaanse filosoof, die zich roert, ook geboren, leeftijdsgenoot van die Ehrenreich, waar we het net over hadden. Ja, ietsje jonger, 42. Mm. Mm. Dus 78 is hij op dit moment en hij is hij uit zich vrij... radicaal over wat er hier gebeurt. Ja. En vindt alles wat er gebeurt ook teken van het neoliberale nihilisme. Ja. En dat speelt bij hem heel sterk een rol. Waar zelfs en dat is fascistisch. Voor hem, gedeeltelijk. Daar zit zeker. Maar kijk, om dat echt precies te begrijpen, zou ik hier over Agamben moeten gaan vertellen. Mm-hmm. Maar... wat Agamben in feite doet, is natuurlijk het voorbeeld van Franciscus nemen. Ja. Dat Franciscus op een gegeven moment zijn weerzin van de lepro's overwon. Van zijn paard afstapte en die lepro's kuste. Mm-hmm. Iets wat je dus nadrukkelijk niet hoorde te doen. Dus mm-hmm. dan zie je in één keer die beweging naar intimiteit komen. Mm-hmm. En hij is een... Agamben kan dat wel met een zekere dramatisering doen. Mm-hmm. Aan de andere kant lees ik hem heel graag. En ik heb... ik zou heel graag meer over hem willen vertellen. Mm-hmm. Omdat hij natuurlijk iemand is die ook met name in die Duitse media constant afgemaakt wordt bij alles wat hij schrijft. Mm-hmm. Terwijl ik het eigenlijk hartstikke goed vind van wat hij schrijft. Hij is radicaal kritisch. Hij is radicaal kritisch wat er gebeurt, ja. Hij zou eigenlijk wat de corona-verzetsbeweging betreft een van de inspiratiebronnen moeten zijn
voor ons, voor Weltschmerz? Nou, dat weet ik niet voor Weltschmerz. Maar dan moet je even kijken wat... maar hij staat ook wel een beetje aan het linkse spectrum. Maar hij is wel iemand die heel erg goed doorziet... Mm-hmm. Hoe flinterdun deze beschaving is. Hoe flinterdun ook die grondrechten zijn. En, ja, nou, van elastiek, ja. Zoals ik ze noemde. Ja, een van de punten die hij voortdurend maakt... is dat de democratische, liberaal-democratische samenleving... zich niet kan redden tegen vijanden, terreur en dergelijke... zonder, maar ook dit virus, zonder... zijn eigen rechtssysteem af en toe uit te schakelen. Dus krijg je de noodtoestand of bewegingen via noodverordeningen in de richting van de noodtoestand. Ja. Iets wat in feite gewoon helemaal niks anders is dan een juridische maatregel die ervoor zorgt dat het recht uitgeschakeld wordt. Ja. Een van de elementen waarin dat gebeurt, en dan komen we op de volgende, oorlogstaal. We zitten bij de O. Ja. Overheersende retoriek in de liberaal-kapitalistische samenleving. Ja. Waar zie jij die oorlogstaal? Wij wensen eliminatieoorlogen te voeren. En daarvan zijn er in principe twee. Die ontstonden ergens ten tijde van het neoliberalisme, neoconservatisme. Dat in de jaren 80, 90 kwam. Dat is de war on terror en de war on drugs. Mm-hmm. Alsof je dus... En het interessante van dit soort oorlogen is dat je dus vanuit gaat dat de vijand niet tot reden te dwingen is. Mm-hmm. En dat die vijand eigenlijk geëlimineerd moet worden. Dus je krijgt de war on terror en de war on drugs zijn eliminatieoorlogen. Dus de vijand is niet iemand met wie je een soort rationeel spel speelt dat oorlog genoemd wordt en die je dwingt tot overgave. Waarbij je dus die vijand een tijd lang ertoe brengt om te leven volgens de mores en de wetten die jij die vijand oplegt. Nee, het gaat erom dat die vijand gewoon radicaal uitgeschakeld wordt. En heb je het gevoel dat als je dat op corona plaatst, ja, dat we nu een war on corona hebben? Ja, er is een discussie, dat weet ik ook, in de medische wereld die erover gaat. Van moeten we dit virus elimineren? Op een gegeven moment zei van Dizzlelock, wat mij betreft gaan we het virus elimineren. Of moet je gewoon leren leven met een nieuw pathogeen? Ja. Nou, die discussie wordt gevoerd. En iemand zei ook, misschien moeten we leren het virus te omhelzen. Ja, dat is, ja, nou ja, er zijn bepaalde microbiologisch-filosofische redenen om dat te doen. Virussen zijn heel nuttig. Ja. Alleen als ik dat zeg, dan heb je een hele coole, empathieloze houding ten opzichte van die patiënten. Mm-hmm. Maar wat doen virussen? Het zijn differentiële factoren die ervoor zorgen dat een bepaalde populatie gereset wordt. Mm-hmm. Misschien zijn onze populaties, omdat ze zo oud zijn, niet meer helemaal gezond. Mm-hmm. En in zoverre gebeurt er niks bijzonders. Maar goed, als je dat zegt, mm-hmm, abstraheer je natuurlijk wel. Maar het is wel wetenschappelijke taal. Ja. Preventie. Een vorm van angstbesfering waar altijd nog tijd voor is, ook als die tijd er niet is. Ja. Ja, dit verwijst natuurlijk naar de RIVM heel sterk. Mm-hmm. Volksgezondheid en milieu. En ik denk dat de RIVM milieudingen heel vaak ziet als soort preventief ten opzichte van gezondheid. Mm-hmm. Maar gezondheid raken we helemaal van in de stress als dat bedreigd wordt. Mm-hmm. En dan moeten we een pil hebben. Of een vaccin. Mm-hmm. Dus die curatieve mentaliteit, die is heel sterk. Dat zie je dus nu met dat vaccin ook. Over preventie vinden we een stuk moeilijker. Preventie is abstract. En preventie, ja, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel... Nou ja, je kan natuurlijk zeggen, vanuit het perspectief wat de overheid probeert op te leggen, die anderhalve meter, die mondkapjes, ja. Die geen handen geven, al die maatregelen zijn in feite...
preventiemaatregelen om te vermijden dat we het virus krijgen. Ja, en mijn antwoord daarop is dan had je maar andersom moeten gaan met dieren. Daar komen we straks nog op. Ja, maar ja. Dan had je maar andersom moeten gaan met regenwouden of met klimaattoestanden. Mm-hmm. Het is ook bekend dat landen met of streken met ernstige luchtvervuiling harder geraakt worden dan streken die dat niet hebben. Dus dat is dus er zijn heel veel die preventie komt te laat. Dus die definitie die vind ik dus ook heel interessant. Mm. En ik geloof dat die Bloemenberg die ik net al even noemde, die definieert een mens als dier dat denkt dat hij altijd nog tijd heeft, ook al heeft hij geen tijd. dat zit ook in jou en mij, hè? Ja. Dus ik denk ook wel eens, ik moet eens wat minder gaan wijn gaan drinken of iets dergelijks. Ja. Maar doen we altijd na het weekend. Rommel heb je. De R is rommel en dat is boetedoening, afstand doen. Een beetje afstand doen van alles wat we als rommel als niet noodzakelijk zien. Ja, ik voel dat een beetje als boetedoening voor de vrije tijdsindustrie. Doen we nu op dit moment afstand van horeca en toerisme en cultuur en evenementen. Dat vinden we allemaal niet belangrijk genoeg. Dat is niet essentieel. Het is interessant dat je dat ook associeert. Dat je rommel dus ook associeert met dat wat niet essentieel is. Nou ja, dat. Ja, nee, ja, dan, jij noemt het rommel, ik noem dat natuurlijk geen rommel. Ik noem dat de mogelijkheid voor de mens om zich te ontwikkelen en te emanciperen. Maar de manier waarop de overheid daar nu mee overweg gaat, betekent, ja, jullie zijn niet essentieel. Jullie zijn een vorm van rommel. Ja, ik weet niet of ik dat zo bedoeld heb. Want rommel, dat stukje verwijst heel erg naar wat er toen in die media voortdurend gebeurde rondom bijvoorbeeld kringloopwinkels. Ja, ja. Die het allemaal niet meer aankonden. Mensen die zaten thuis en die begonnen dan maar op te ruimen. Ja. Kijk, want als je niet hoeft te werken of iets dergelijks, dan loop je met je ziel onder de arm. En dan ga je die enorme klerenzooi die je thuis hebt, ga je dan maar een beetje opruimen. Mm-hmm. Dus het was heel druk bij de vuilstortplaatsen, bij de kringloopwinkels. En ik vroeg me af, wat betekent dat? Mm. Dus plotsklaps begonnen de mensen de onnutte dingen in hun eigen leven te zien. Mm-hmm. En moest dat allemaal weggepoetst worden. Maar interessant vind ik wel dat jij ook de mensen eigenlijk ervan beschuldigt dat alles wat niet essentieel is, cultuur, theater, weet ik veel wat, dat is ook eigenlijk rommel. Dat laat ook wel. Ik bedoel, dat kan ik... Nee, het heeft geen preferentie. Nee. Plotseling is het iets essentieel is dat we kunnen eten en dat we naar het ziekenhuis kunnen, want de zorg is essentieel. Ja, dat is dat nihilisme. Ja. He, gezondheid is essentieel, eten is essentieel en dat soort zaken. En al het andere, dat is dan niet essentieel. Dat is... Het zijn culturele proleten. Die dit allemaal mogelijk maken. In feite is dat een disqualificatie van ons als mens tot een soort stervend dier. Ja, nou ja, dit is wat Agamben dus in navolging van de Franse filosoof Michel Foucault biopolitiek noemt. Dus wij worden gereduceerd tot wezens die biologisch zijn. Hmm. En dus leven, en dat leven, dat is het enige wat het toe doet. Hoe je leeft, dat is dan veel minder belangrijk. Ja. Als je dit zo hard zegt, dan gaat iedereen dit ontkennen. En toch kun je best wel zeggen dat die maatregelen een beetje die kant uit gaan. Ja, toch alles wat ons extra geeft, wat ons plezier geeft, wat ons ontwikkelingsproces geeft, is toch verboden. Daar kunnen we niet, niet omheen. Het wordt een stuk moeilijker gemaakt. Waarom? Ja, daar ben ik mee eens. Er is een begrip wat ik eigenlijk nog zou willen inbrengen bij de S. Je hebt een andere S, maar ik wil graag mijn eigen S inbrengen, namelijk sociaal. Dat is een heel belangrijk begrip. En in mijn ogen is dat de leugen van het sociale. Is deze hele corona-operatie niet volstrekt asociaal? Het sociale, kijk, een groot deel van de reden dat de mensen meegaan in die corona
maatregelen is dat ze zeggen het is sociaal. Ja, wat mij in het begin heel erg trof, en je ziet nog steeds die borden wel, is die hele paradoxale manier waarop wij met samen zijn omgaan. Denk aan elkaar, houd 1,5 meter afstand. Dat soort, dus daar gaat, je ziet bepaalde verschuivingen in wat gemeenschappelijkheid is. En het is natuurlijk, tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat van dat sociale, dat een zekere afstand in de zin van eerbetoon, respect, hoort daar ook wel ergens bij. Dus de discussie is hier moeilijk. Asociaal. Asociaal dat je met zoveel verboden oplegt en grote delen van de samenleving buitensluit en zeer zwaar beschadigt. In die zin. Ja, maar dan ga ik even de advocaat van de duivel spelen en dan ga ik gewoon zeggen van als we al die mensen laten creperen in die ziekenhuizen en dergelijke, dat is ook heel asociaal. Maar de vraag is of dat gebeurt. Het is toch redelijk om te zeggen, nou, die ziekenhuizen zijn nogal, die hebben heel erg veel geld, 100 miljard. Die zijn heel zwaar ingericht. Jongens, doe je werk, er komt een epidemie aan. Doe je werk, maar laat ons verder met rust. Dat betekent de horeca, de vrije tijdssector, die 1,5 miljoen, 2 miljoen mensen die nu het slachtoffer worden van deze coronacrisis. Ja, in die zin is wat er gebeurt is gewoon asociaal. Maar of laten we zeggen dat één sector op dit moment prevaleert over alle andere sectoren. Ja. En dat heeft uitermate naargeestige consequenties. En daar ben ik natuurlijk ook bang voor. Daarom zit ik hier. Maar of het nou... laten we zeggen, in dat hele dilemma is het duidelijk dat de politiek op een ander spoor zit. Wat ook heel merkwaardig is. En dat is dat ze gewoon denken dat je dat een tijdje kunt uitschakelen. En dat als het daarna weer voorbij is, het vaccin, dat we dan gewoon 1, 2, 3 weer terug zijn. Ja. Er gaan hier natuurlijk ooit parlementaire enquêtes plaatsvinden. Er gaan hier natuurlijk, dit gaat in de toekomst allemaal ernstig bediscussieerd worden. Ja. En het is ook een beetje mosterd na de maaltijd, vind ik dat altijd. Ja, maar dat is ook zo. Maar dat is ook met die toeslagenaffaire. Kijk, wie is verantwoordelijk? Maar als alleen maar gedeelde verantwoordelijkheden bestaan, dat is een bureaucratisch principe. Hmm. Als er alleen maar gedeelde verantwoordelijkheden bestaan, dan is er geen verantwoordelijkheid. Nee. Verantwoordelijkheid is opnemen voor wat kwetsbaar is. Een oude definitie van Hans Jonas, de Duitse filosoof. Ja. En men heeft kennelijk maar één groep kwetsbaren op het oog, ten koste van allerlei anderen. Ja. Waarschijnlijkheid. Ja. We zitten bij de W. Wetenschappelijke prestatie waar veel mensen geen genoegen mee nemen. Ja. Ja, dat koppel jij een beetje aan allerlei sceptische complotdenkers. Maar ik zou het eigenlijk ook wel willen koppelen aan het establishment. Wat gewoon wetenschappelijke resultaten wil. Geobjectiveerde wetenschappelijke resultaten. Ja, er zit in de politiek of in het bestuur zit altijd nog steeds een groot vertrouwen in rational problem solving. En dat is, je analyseert de dingen, je trekt je conclusies, je doet dat met een zekere mate van... Je gaat altijd op zoek naar zekerheid hierin. En op basis daarvan kun je dingen doen. Dus op het moment dat establishment, zoals jij dat noemt, politiek, beleidsmakers en dergelijke tegen de wetenschap zeggen van jullie moeten ons vertellen wat wij moeten doen in deze huidige discussie. Op dat moment gaat er iets heel geks gebeuren. Want dan blijkt dat heel veel van die wetenschappen niet 100% zekerheid kunnen geven. Alleen maar vermoedens, waarschijnlijkheden en weet ik veel wat. En dan valt hun besluitvormingsmodel aan duigen. Ja. Ik kan me nog zo goed herinneren dat er ooit eens een groep wetenschappers, misschien weet jij dat ook nog, naar mevrouw Netelenbos gingen. En die ging toen over infrastructuur. En dan had je dat gedoe met die Betuwe-lijn. Ja. En die wetenschappers die
onder leiding van Arnold Heertje. Wel een econoom, die zeiden van, dat is waarschijnlijk geen goed idee. En waarop die mevrouw naar verluidt dat document las, de eerste bladzijde. En u zegt, u bent tegen de Betuwelijn. En mieterde het meteen weg. Nee, er zijn een paar dingen waar ik natuurlijk wat moeite mee heb. Dat jij toch dat als een soort complot zou zien. Het virus is gecreëerd in een lab in Wuhan. En daarna per ongeluk ontsnapt. Nou, dat lijkt me een zeer plausibele optie. Bewezen is het niet, maar het lijkt me een zeer plausibele optie. Ja. Jij gelooft in de zoonose oplossing. Dat is misschien ook omdat dat politiek correct is om dat te denken. Ik denk namelijk dat er in deze wereld op allerlei fronten met hele gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. En soms gaat het gewoon fout. Hè, dat kan je zien aan Tsjernobyl en je kan het zien aan Fukushima. En ja, dat is waarschijnlijk in Wuhan ook gebeurd. En dat ik denk dat statistisch gezien namelijk niet kan. Dat heel toevallig de plaats waar die markt is, 3 kilometer ligt van het lab. Dat is statistisch wel een groot toeval. En op het moment dat ik dan de Franse Nobelprijswinnaar Luc Montagnier op de Franse tv hoor verklaren, ja, dit virus is gemanipuleerd, want ik heb dat bestudeerd met mijn team. Dan denk ik, nou, dan wordt de kans wel heel groot dat het uit een lab komt en niet uit de wildmarkt in Wuhan. Ja, ik ga er naar kijken, ik weet het niet. Ik ben fundamenteel sceptisch over dit soort theorieën, maar ook zeggen dat het iets zoonotisch is, is ook niet zeggen dat dat meteen een oplossing is voor wat er precies gebeurd is. Mm-hmm. Men is nog steeds bezig om het te construeren. Ja. En er speelt natuurlijk die oogarts, die speelt een rol, Li Wenjiang. Die het allemaal ontdekt zou hebben. Ja, ja, ja. Dus, later overleden is. Ja, die is op 32-jarige leeftijd overleden aan het virus. Dat wordt gezegd, dat weten we ook niet natuurlijk precies. Nee, dat weten we niet precies. Dat is dus een interessant verhaal. Want dat is een van de dingen die ik zelf heel verbazingwekkend vind. Namelijk dat we steeds te horen krijgen dat deze ziekte onschuldig is voor mensen van die leeftijd. Hij was 32. En dacht ik tenminste, of 30, ja, ik weet het niet precies. Jong in ieder geval. Ja, ja, hij is van 1980, als het goed is. Ja. En die legt in één keer het loodje. En ook anderen hebben daar het loodje gelegd. Dus ja, die hele Chinezen, die vertrouw ik gewoon niet. Nee. En die berichtgeving daarover. Nee. Maar ik baseer dat natuurlijk ook wel op dingen die ik eerder gelezen heb over zoonotische aandoeningen. Ja. En wij hebben natuurlijk een hele lading virussen over ons heen gehad. Hè? De eerdere SARS-epidemie, HIV, Ebola, MERS en dergelijke. En dat zijn toch allemaal verhalen waarvan min of meer toch wel vaststaat dat dat komt wel, via van natuur naar mens. Ja, ja, ja. En van dier naar mens. Van dier naar mens, ja. Ik heb niet heel veel redenen om aan te nemen dat het in dit geval anders zou zijn. Nee, nee. Dat is waar ik een beetje aan vasthoud. Ja. Maar ik geef ook onmiddellijk toe dat we gaan in de toekomst dat allemaal reconstrueren. En als een Nobelprijswinnaar anders beweert, hè, dan ga ik daar zeker kennis van nemen. Ja. Hè, en dan ga ik mij daar een oordeel over vormen. Nou ja, het andere aspect wat jij benoemt is het geneesmiddel HCQ. Daar doe jij ook nogal laatdunkend over. Het boek is in april geschreven. Ja. Ik kom met de stelling dat er op dit moment 17 wetenschappelijke rapporten zijn die HCQ, de werkzaamheid van HCQ, in de eerste lijn aantonen. Ik denk dat je bijna niet meer kan ontkennen dat er werkzaamheid van HCQ op het coronavirus is. Ik denk dat dat gewoon bewezen is. Ja, maar ik geloof niet dat ik dat ontken. Maar het gaat om bijwerkingen. Dan weet ik, dan krijg je die hele discussie over die bijwerkingen. Maar die bijwerkingen zijn... Die heb je ook met ander spul. Ja, dit is een antimalaria middel wat 65 jaar bestaat. Ja, we kennen de bijwerkingen. Die zijn als veilig
geclassificeerd. Ja, plotseling zijn ze onveilig. Ja, ik weet dat Didier Raoul ook het ene na het andere publiceert. Daar krijgt hij ook gepubliceerd anoniem. Dus in peer-reviewed tijdschriften. Waarin de werkzaamheid van die stof wordt aangetoond. Maar dat wist ik toen nog niet, toen het geschreven werd. Dat neemt niet weer. Ik ben overigens van mening dat dit pathogeen niet geëlimineerd gaat worden. En dat we ook nieuwe pathogenen krijgen. Mm-hmm. En dat we dus ook hard moeten nadenken over geneesmiddelen. Dus in plaats van over manieren om het virus of virussen in het algemeen weg te krijgen. We zullen moeten leren leven met ziekteverwekkers, want die blijven. Die blijven gewoon komen. Of er een deep state medicine is of weet ik veel wat. Tot slot. We gaan naar de afsluiting. De vraag die ik mij stelde, dit boek is van april. Als jij nou een tweede boek zou moeten schrijven, we zitten 8 maanden verder. Ja. Over de coronacrisis, want dat is natuurlijk toch de grootste crisis die we sinds de oorlog meemaken. Ja. Welke elementen zou je daar dan in willen toevoegen die je hier niet hebt vermeld nog? Ja, dat zou een interessante vraag zijn, om welke elementen zou je willen weghalen. Maar goed, wat ik zou willen toevoegen is natuurlijk dat gedoe rond die mondkapjes. Want dat werd helemaal niet serieus genomen in april. Ja. Dus daar heb ik helemaal niks over geschreven. Nu zitten we er middenin. Ik heb op die website van Menno Groeneveld daarop. Vandaag is het zo dat de mondkapjes ook in winkels overal verplicht zijn gesteld. Dus als ik wijn wil halen bij een slijterij, moet ik zo'n fucking ding op. En dat vind ik niet leuk. Nee. Dus ik hoor dan ook wel eens een econoom, hoorde ik vandaag dan weer op de radio zeggen dat het is maar zo'n kleine maatregel en het is verder niet zo erg. Een kleine ingreep in ons gedrag, doe dat ding nou op. Het is toch veel makkelijker dan niet naar het café gaan. Dat ben jij niet meer eens. Nee, natuurlijk niet. Omdat ik dus me intoog met die intimiteit en die nabijheid en dergelijke. Ik vind mondkapjes uitermate moeilijk te verteren. Vooral ook omdat het bewijs voor de effectiviteit van die dingen heel gering is. Ja. En als ze al helpen, moet je eigenlijk klinische omstandigheden nabootsen. Dat is wat ze zeggen. Ja. En die kun je in de gewone werkelijkheid niet nabootsen. Oké, mondkapjes. Dus, vaccins is misschien een onderwerp. Vaccins moet natuurlijk behandeld worden in een nieuw boek. Ja, dat idee waarop alles toch op een soort verlossingachtige project terechtkomt. Je zag die meneer van de Christelijke Partij, de jongen ook, die hoorde ik bijna triomfantelijk. We gaan vaccineren, 4 januari. Is het zover? Ik schreef dat boek nog heel sterk in de veronderstelling, er komt geen vaccin. En als er een vaccin komt, zal het heel lang duren. Het is heel moeilijk om een universeel vaccin te maken. Mijn pessimisme daarover is misschien niet helemaal correct. Ik kan dat ook niet precies beoordelen. Wat iets anders is dan zeggen dat je moet laten vaccineren. Maar, zou jij laten vaccineren? Weet ik niet. Nee. Wat zijn nog meer elementen waarvan je denkt, dit moet er zeker in? Als ik nu dit boek of een nieuw boek zou schrijven over de coronacrisis. Ja, ik zou ook nog wel meer willen zeggen over hoe de ziekenhuizen georganiseerd zijn. Er zit natuurlijk 1 stukje in. Met die hele logistiek en de van just-in-time management die gebruikt wordt. Maar over de manier waarop alles georganiseerd. Wat je steeds weer tegenkomt is logistieke problemen. Dat vind ik dus ook heel interessant. Rondom dat vaccin dat nu komt, logistieke problemen. Met min 70 graden, dat soort zaken. Hoe krijgen we het? Testcapaciteit, logistieke problemen. BOA's hoorde ik vandaag. Dat is administratie, maar administratie is een soort boekhoudkundige logistiek. En dan zie je ook, we gaan voorlopig nog niet bekeuren, want we zijn administratief nog niet zo ver, hoorde ik iemand zeggen. Dus dat hele idee van logistiek, dat zou ik ook wel wat verder willen uitpluizen. Dat is ook een van die hele interessante dingen. Dus de manier hoe we denken dat we alles kunnen organiseren. Mm-hmm. En hoe dat organiseren toch voortdurend ook hapert op allerlei mogelijke manieren. Dus wat deze crisis ons leert is in ieder geval dat,
de dingen niet helemaal maakbaar zijn. Anette Bas, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.